Switch je. Een soort patent, maar dan met klik. Ah. Oh, ik ben spiegel. Is dat de prinses die je bent? Vader, wat is vader aan het doen? Zo vader, zo hond. Mooi getekend, kijk. Bal geschreven. Hier. Dit is niet handig. Kijk of ik het nog kan. Wij zijn de Bellinga's, ja. Familievloggers. En het is nog steeds voor ons zomervakantie. En vandaag gaan we gewoon lekker chillen. Het wordt vandaag op zich wel een lekker weer. Ja. Dus we gaan vandaag lekker beetje spelen. Bewolkt. Beetje bewolkt. Ja, nou, beetje zonnig en bewolkt. Een beetje allebei. Maar we gaan eerst eventjes een lekker ontbijtje maken. Waar hebben jullie zin in vanochtend? Croissant. Croissantjes. Voor mij hebben we nog croissantjes in de koelkast staan. Dus dat komt goed uit. Dan gaan we eerst even lekker croissantjes maken. Even kijken. Kijk maar, zit het er nog in? Een beetje naar boven. Een beetje op je hoofd, hoogte. Nee. Daar. Daar. Oh, daar. Ja. Oh, daar. Ja, goed zo. Pak hem dan maar uit. Oh ja, ja. Je hebt hem. Ja, heb je hem? Ja. Nou, wat gaan Lucilla er weer op doen? Wat? Hagelslag. Oh nee. Lucilla. Maar een beetje op die andere neer. En Luan heeft een super vet shirt aan. Want wat ben jij nu, Lu? Je moet nu even opladen. 1, 2, 3. En, ben je opgeladen? Ja. Hé, hey, hij is helemaal loading. Goed zo. En leg hem maar op de bakplaat. Ja. Goed zo. We hebben een heel lang croissantje, Lu. Ja. We hebben een lange slang. Een lange, ja. Hartstikke goed. De croissantjes zijn klaar. En ze gaan in de oven. Zo, de croissantjes zitten in de oven. En papa die heeft net Luxie even Luxie uitgelaten, voor mij dan. Luxie is slaapgewandeld. Goedemorgen, papa. Goedemorgen. Goedemorgen. En de kinderen die willen verkleden. Nu heb ik dus een heel Mom, leuk... Mam, kijk wat een cool kapsel. Heel cool, jongens. Nu heb ik dus een heel erg leuk idee met verkleden. Namelijk een spelletje met verkleden. We gaan de Outfit Switch Up Challenge doen. En dat gaat zo. Jullie mogen bij alle drie gaan drie dingetjes uitzoeken wat bij een outfit hoort. En dan mag je zelf bepalen wat je doet. Je mag uit de verkleedkist dingetjes uitzoeken. Ik ga heel even het spelletje uitleggen. We hebben dus alle drie een bepaalde outfit. Lucilla heeft... Unicorn! Nee, Little Pony. Nee, Unicorn. Nee, dat is Little Pony. Nee, ik ben Unicorn. Oké, prima. Lucilla heeft een Unicorn Little Pony jurk. En een masker. Dat is nummer 3. Of nummer 2. En een cape. Deze drie zijn van jou. En Luan die heeft een... koningsstaf, een koningsstaf, een koningskroon en een koningscape. Dat zijn jouw drie items. Mama die heeft alles in panter. Wat was het allemaal? Oh ja, mama heeft een panter sjaal. Ja, goed zo liefie, die is mooi. Een panter sjaal, een panter blouse en een panter rok. Dit zijn mijn drie outfits. Wat we nu zo meteen gaan doen, we hebben hier alle outfits geschreven op deze briefjes. En die gaan we even dubbel vouwen en in dit bakje doen als een soort grabbelbakje. Goed? Ja. Voordat we met het spelletje gaan beginnen, gaan we eerst even laten zien, ook aan jullie, hoe de outfits horen. Dus hoe ze in principe horen. Dus het setje compleet. Ja, dus we gaan deze even aan. Goed? Ja. 1, 2, 3. Tadaa! Oh! Tadaa! Dit is de outfit zoals hij nu is. Ja. Lucilla die is een little pony. Unicorn. Unicorn. Met een cape, een jurk en een masker. Dat zijn haar drie items. Luan die is een koning. Do, 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 do. Met een kroon en een staf en een cape. En ik, ik ben een panter. Met een sjaaltje op mijn hoofd, een blouse en een rokje aan. Deze items die gaan we zo meteen wisselen. Kom erbij staan, kerel. Deze items gaan we zo meteen wisselen. En dan gaan we grabbelen. En dat moet je aandoen. Dus we krijgen zo meteen dat alles verkeerd zit. Jij kan bijvoorbeeld iets van Panther aan hebben. Jij kan iets van Luan aan hebben. Ik kan iets van jou aan hebben. En jij moet iets van mij. Ja, dat is gewoon wisselen. We gaan nu eerst loodjes uitzoeken hoe we de outfits gaan wisselen. Ja. Ja. Nou, pak er maar eentje, Sil. Ja. Jij gaat... je mag je eigen jurk aanhouden. En... je mag Luan zijn kroon op. Ja, die mag af. En je mag Luan zijn kroon opzetten. En je mag mama zijn rok aandoen. Hé, hey, de panty.
die mag dus af. Zo. Dat is wel heel gek, hè? Zo. Ja. Dan staat het zo. Kijk, de unicorn koning Potter. Ja, zo beginnen we. Dat is heel gek. Nou, gaan we even kijken. Je hebt hele stik. Doe maar mannen zijn blouse aan. Ja. Oké, okay, doe je kind maar uit. Nou, het is geen blouse, het is een blouserok. En je mag je eigen cape om. Overheen! Ja, dat staat hier. Luan cape. Ik pak gewoon even de loodjes voor je, want het is de start. We gaan beginnen. Het is dus de bedoeling dat we alles weer bij elkaar krijgen. Snap je? Het is een soort kwartet, maar dan met kleren. Dus ik heb Lucilla's masker. Die krijg ik ook. Zo. En ook jouw cape. Die is over. Zo. En ik krijg jouw staf. Zoals jullie zien zijn we helemaal verkeerd gekleed. Lucilla die moet een unicorn worden. Little pony. Ik moet een panter worden en Luan een koning. Het is de bedoeling dat we met deze loodjes gaan loten. En dan weer ruilen van de outfit die je hebt aan de hand van de loodjes. Goed. En dan gaan we net zo lang door totdat we dus weer de goede outfits aan hebben. Oké, okay, ik ben aan de beurt. Oké, okay, mag jij beginnen. Maar je zat er wel heel grappig uit. Ja. Mama blouse. Oké, okay, Luan, jij gaat ruilen met Lucilla. Wat wil jij ruilen met Luan? Jij wilt de kroon ruilen met Luan en de blouse. 3, 2, 1. Tadaa! Ja. Wat zie je mijn grappig Ja, wel heel mooi. Maar het is nog niet je outfit. Nee. Nee. Nou, Luan, nou mag jij grabbelen. Mama blouse. Dan mag je met Lucilla ruilen, met de blouse. En mag Lucilla zeggen wat jij terug wil. Nee, van jou. Want jij... Ja, maar je hebt nu Luan, dus je moet iets ruilen. Wat wil je van Luan terug? Zijn cape? Zijn haarbandje? Hoe gaat die rok? Dat ben ik ook zo. Wat wil je terug? De cape? 1, 2, 3. Tadaa! Oké, okay, nou is mama weer aan de beurt. Ja, dit kan ik prachtig. Lucilla wil even kijken. Ja, mama sjaal. Ik moet dus de panter gaan verzamelen, dus ik wil heel graag mijn sjaal terug. Nou, Lu, wat wil jij van mij terug hebben? Die. Je staf? Ja. Oké, okay, gaan we wisselen. 1, 2, 3. Tada! Ik heb nou weer de kroon. Heb jij de staf? Nou, Lucilla, dan mag jij weer. Ik hoop voor die en die. Luan, kroon. Dat is deze. Wat, wil je, wat mag ik dan van jou? Oh, dan wil ik mijn panterrokje. Oké. Okay. Ja, dan krijg je mijn kroon. Dan gaan we. 1, 2, 3. Tadaa! Ik heb er ook weer aan. Nou mag jij weer. De Luan cape. Ja, die moet jij hebben. Wat wil jij van Luan hebben? Ben je strafje kwijt? Nou, kom, we gaan springen. 1, 2, 3. Ja, en je bent je kroon en je bent je staf kwijt. Nou is mama weer. Luan cape. Lucilla. Yeah! Ja, Lucilla, wat wil jij van mij terug? Deze cape. Wil je deze cape weer terug? Ja. Oké, okay, nou, gaan we springen. 1, 2, 3. Tada! Jij hoeft nog maar twee dingen, Lucilla. Lucilla was weer aan de beurt, hè? Lucilla, masker! Dan wil ik van jou de kroon. Goed? 1, 2, 3. Tada! En wie is er klaar? Ik! Ja, Lucilla! Dit is een schrikje. Jij bent een compleet high five. Jij hebt nummer 1 plek gewonnen. Yeah. Dan gaan Luan en ik nog even verder, goed? Ik wou dat ik de cape had. Ja, maar je moet nu bij mij gaan. Deze kan eruit van Lucilla, want Lucilla die doet niet meer mee. Lucilla die speelt lekker met haar outfit bij de spiegel. De Luan staf, die heb ik. Dan wil ik jouw blouse, goed? Okay. 1, 2, 3. Nou, ik heb mijn blouse en jij hebt je staf. Nou gaat mama weer gabbelen. Mama, sjaal! Daar gaan we. Wat wil je van mij terug hebben? Kroon. De kroon? Oké, okay, daar gaan we. 1, 2, 3. Tada! Luan heeft zijn kroon op. Is net niet te zien. Ja, zijn kroon op. En nu ben jij weer Luan. Nu spant het erom wie gaat winnen. Gaat mama winnen of gaat Luan winnen? Luan cape! Dan wil ik van jou... Oh, ik heb eigenlijk alles al. Nou ja, dan springen we gewoon. Volgens mij zijn we dan, jongen. Dan gaan we. 1, 2, 3. Tada! Oh, hij is er vanaf. Nou, volgens mij zijn we allemaal weer helemaal terug bij af. Nu onze bal is eraf.
Nou, Luan is weer koning. Ja. Lucilla is weer Little Pony. En ik ben weer een... Yes! Hey, yes! High five! Ja! Nou, volgens mij zijn de croissantjes nu al gaar. Tada! Vader had ze al uitgezet volgens mij. Yum, 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 yum. Mama. Hey, prinses. Oh ja, zal ik je haarband en je hakjes even doen? Ga je even dansen in de disco van Lua? Sorry. Leuk jongen. Met Pega Super de Bol. Is dat de prinses die je bent, Lucilla? Ja. Wauw. Zo hebben ze los haar. Vlecht? Ja, je hebt vandaag lekker los haar. Mooi hoor, prinses. Nou, lekker dansen. Inmiddels weer een tijdje verder en we zijn allemaal een beetje aan de hangerij hier in huis. Lucilla, die ligt lekker hier te chillen op de bank met haar How Do You Do filmpjes, zoals zij dat zelf altijd noemt, met de prinsessenjurk aan. En papa, Luan en Luxie, die zijn buiten aan het chillen. Hey jongen, Luan zit hier heel handig. Wat zit Mienne aan het doen? Jokie en Jent, ben jij dat het kijken of is Luxie dat het kijken? We zijn kinderkijzers zwemmen. Hey Luxie, heb jij hier een balletje? Nee? En vader, wat is vader aan het doen? Ik ben altijd aan het rappen. Hé, hoezo jongen? Waarom ga je toch altijd in die zon liggen, jongen? Hé? Is toch veel te warm? Is dat... Ja, is net vader, ja. Zo vader, zo hond. Hé? Wat is dat toch, Luxie? Heb jij een balletje gevonden? Heb jij een mooi balletje gevonden? Heb jij een mooi balletje gevonden? Ja. Van de glijbaan. Wat ga je doen met het balletje? Wat gaat ze doen met het balletje? Met het balletje van de glijbaan. Goed zo. Ga je met het balletje van de glijbaan? Goed zo. Balletje vast. Mama. Ja. 1, 2. Oh, ja. Daar gaat het balletje. Ja, jongen. Morgen wordt het vet warm. Ja. Zo warm als de woestijn. Ja, dat klopt, jongen. Nou, Luxie. Ga maar glijden. Mama, handje. Hey, Luxie heeft heel erg mooi getekend. Kijk, op haar broek. Heb je heel mooi gedaan, Luxie. Gelukkig is het een oud leggingtje. Oei. Nee, dat gaat er inderdaad nooit meer uit. Huh? Voor degene die denken, waar blijft nou die verrassing van Luan nog op zijn kamer? Ja. Ja, die komt even wat later, hè? Wanneer komt die nu? Jij weet het, je had het allemaal heel bij op je scherm. Overmorgen. Overmorgen. Overmorgen komen jullie erachter wat voor verrassing er nog komt op zijn kamer. Maar dat is heel even iets verlaat, ja. Want ze waren wat later binnengekomen. Ja, ja, juist. Ja. Wij zijn op Luan's kamer beland en hij zit hier in zijn supercoole hoekje. Oh, dat lopje. En hij heeft dit van zijn verjaardag ook gekregen. Dat is een heel leuk leerboekje voor als je naar groep 3 gaat. En deze. En ook van rekenen. We zijn nu eerst met leren schrijven begonnen. Hij heeft zelf al wat opdrachtjes gemaakt hier. Deze, die moet je alleen nog doen, maar deze heb je allemaal heel goed gemaakt. Kijk, dan gaan we hier het woordje. Wat is het voor een plaatje? Kat. Een kat. Nou, dan ga je hier kat opschrijven. Kan je dat? Eerst de k. Ja, heel goed. En dan? A. Aha, a. Heel goed. Dan schrijf je de a op. A. Ja, goed zo, Luxie. Maar je bent spelen. K. A. En dan, schatje? Ja! Kat. Hartstikke goed. Nou heb je kat geschreven. En Luxie is helemaal gek van paarden, hè? Wat zegt het paard? Dat zegt het paard. Dat is eigenlijk het eerste wat ze kan, het dierengeluid nadoen. En dat is een paardengeluid. Nog een keer, wat doet het paard? Kan je ook zeggen paard? Nee, zeg eens paard. Nee, ze doet alleen maar het geluid na van een paard. Schatje. Heel goed. Hé, hey Lucilla, wat heb je mooie sieraden omgedaan? Ja.
Mooi, schatje. Ben je weer aan het verkleden? Ja. Mooi, liefie. Je bent prachtig. Wat zie je er mooi uit. Zo. Prachtige zus. Ik heb zelf een lippenstiftje op. Heb je zelf een lippenstiftje op gedaan? Wauw, dat heb je keurig gedaan, liefie. Ik zie met het poppenhuis te spelen. Hier vindt ze dit. Dit vindt ze zo leuk, dat poppenhuis. En vooral met dat bankje. Oh, moeten de poppies op het bankje zitten? Ja, moet ze er ook op? Even een beetje naar beneden vouwen. Zo. Kijk, dan zitten ze op het bankje. Dit vindt ze zo leuk, dit poppenhuis. Daar speelt ze zoveel mee. Ik zet hem dan even op de grond neer. Dan kan ze er makkelijker bij. Hondje op de schoot. Oh, boom. Boom. En nu? Zet hem maar weer op de bank. Ja, zet maar weer op de bank. Goed zo, liefie. Ja, ik kom jou weer even helpen. Ja. 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 Ik weet niet of moeders het herkennen of ouders het herkennen. Om je aandacht tegelijkertijd te verdelen. Leon is dus hier bezig op deze kamer met zijn schoolwerkje. En Lux is bij het poppenhuis bezig. En die wil iedere keer dat ik bij haar kom zitten om met haar poppetjes te spelen. En Leon die wil graag dat ik hem kom helpen met zijn leerboekje. Dus ik ga van de een naar de andere kamer. En als ik hier bij Leon ben, dan piept Lux van mama kom je. En als ik bij Lux ben, dan komt Leon van mama kom je me helpen. En kijk, hoor je dat? Dat is Luxie weer. Mama. Ja, liefie. Ik ben weer even bij Luan nu. Kijk. Ja. Ja. Ja, wat is er, liefie? Kijk, dan moet ik mee. Dan moet ik weer met, hè. Kijk. Ja, mama weer met jou mee. Kijk, en dan zit Luan zo. Ja. Oh, kom maar een kopietje van mama maken. Dan zet ik een kopietje bij jou neer en een kopietje daar neer. Hoe moet mama nou mee? Moet ik nou met jou mee of moet ik nou met jou mee? Ja. Hé, ik heb een goed idee. We zetten het poppenhuis bij Luan op de kamer. Ja. Hé. Hey. Ja. Kijk, neem dat deze mee. Hoppatee. Kijk, kom maar Luxie, gaan we naar Luan's kamer. Ja, dilemma opgelost. Kan je dat dragen, Lu? Ja. Ja, gaat het goed, jongen? Dat is een goede oplossing. Kan jij hier spelen met de poppen? Oh, en dan kan ik hier Luan helpen met zijn schoolwerkje. Ja. Kijken de bedjes, daar. Een plankje, daar. Zo. En de piano, daar. Daar. De B. Hartstikke goed. De B. En wat komt er na de B? B. A. De A. Schrijf maar de A. 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 Nu heb je een bal geschreven. Ja. Goed gedaan, jongen. Kijk, en Luxie is daar aan het spelen met de popjes. Mooi, liefie. Ja, een stapelbedje. Moet ik daarmee helpen? Waar moet die staan? Waar moet het bedje staan? Hier? Moet hij hier staan? Alsjeblieft. Schatje. Pannenkoekjes bakken, goed? Oké. Ja. Nou, ik moet een minuut lang schudden. En dan even 3 minuten laten rusten. Kijk, en ik heb de eerste fles al geschud. En de 2 koekenpannen met de eerste pannenkoekje er al in. En dan met een half uurtje heb ik volgens mij beide flessen wel gebakken. Nou, hè. Kijken of ik het nog kan. 1, 2, 3. Ah. Ja, ik
kalender. Hoor. Kijk eens. Ah, mooi droge koekhand. Zo, papa heeft vandaag grote pannenkoeken en kleine pannenkoeken gebakken. Zie je dat? Ja, lekker pannenkoeken. Lekker? En de snoeptomaatjes en de snoep. Worteltjes en komkommetjes. Eet smakelijk. Doe de duimpjes omhoog op de vlog als je het weer een leuke vlog vond. Vergeet niet te abonneren en klik ook even hieronder op ons belletje. Want zo blijf je op de hoogte van al onze dagelijkse vlogs. We zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Adio. Tot morgen. Voeg je hart, boom boom brein. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boom boom mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boom boom boom, boom boom mee, dans mee.